Yes, dat willen we doen. En we gaan de game in. Amnesia tegen Double Trouble. De bands van Amnesia zijn Morgana, Cho'Gath en Gangplank. Gangplank, Morgana, redelijk standaard bands. Goed over nagedacht. Geen enkel probleem. De bands van Double Trouble, Akali, Cannon en Graves. Graves, de nieuwe OP, wordt gezegd. Een paar keer gespeeld. Hij is inderdaad al heel sterk. En Akali blijft gewoon een storm champion. Amnesia, Warwick, solo top. Most likely. Ashe in de bottom lane. Brand op mid. Nocturne in de jungle. En Galio support. Galio support, de eerste dat hij echt werd gespeeld op High Elo, werd natuurlijk door ons gedaan. Lowland Lions op Insomnia, multiplay in Engeland. In de finale tegen Rageface. En hier zie je hem ook weer terug. Galio support. Hartstikke leuk om te zien. En skillt natuurlijk hartstikke goed. Je hebt Ashe initiate. Galio ult erachteraan. En brandse AOE. Terwijl de mensen in Galio ult zitten. Instant. Boom boom. Aan de andere kant van Double Trouble hebben we Swain op mid. Oh, dat zijn heel veel ignites. En een exhaust. Geen teleport. Geen clairvoyance. Wie zal er gaan supporten? Dat vraag ik me af. Swain. Nasus, Sion support? Denk ik, of Nasus? Nasus of Sion samen met Caitlyn in de bottom lane. Het zijn eigenlijk drie solo champions die heel goed scalen op veel farm. Caitlyn is hier de AD carry. Ik snap niet precies waarom ze dit kiezen, want elke champion heeft farm nodig. Maar er zal vast een hele goede strategie achter zitten. Gaan we kijken, wat gaan ze doen? Gaan ze voor die blauwe column of gaan ze alleen hun eigen jungle een beetje defenden? We weten hier, twee met boots, cloth armor, ja ze gaan voor die blauw buff. Zonder CV gewoon lopen. En ze lopen zo regelrecht een trap en ze weten dat ze eraan komen en ze gaan weer terug. Die oogjes blijven erboven zitten, ze weten dat Warwick er nog zit. Ze weten dat de rest er ook nog zit, daar zitten ze met z'n vieren. Gaat het goed, ja of nee? Je hebt een Ashe volley, allemaal damage. Je hebt de Q van Galio, allemaal damage. Je hebt de pillen van Brand, AOE damage. Ze kunnen dat best doen als ze er met z'n allen zitten. De vraag is, willen ze dat? Als ze het verliezen, staan ze heel ver achter. En ze denken, weet je wat, laat die blauwe buff maar lekker zitten. Wij gaan lekker onze eigen jungle in. En doen jullie maar lekker wat jullie willen. En Ashe en Galio gaan lekker de bottom lane in. Ashe heeft natuurlijk al de focus opgebouwd. Tot 70 tot 90% al. 90% kans dat de eerste 93% next basic attack een crit is. Oftewel, altijd zo'n goede early game poke crit volley. Gaat ze voor die double columns met Galio, ja of nee? Er wordt heel veel gedaan op High Elo Play tegenwoordig. Support plus de AD carry, pakt even de double columns. Is level 1,5 in lane. Gaat van 3 minions level 2. En dan super aggressive spelen. Wordt hier niet gedaan. Ze helpen Nocturne even op de blauw. Ze helpen hier Uther op de blauw. Uther Phoenix stance, dat is de goede stance om te gaan junglen. Tiger stance, not so good. Phoenix stance, super snel. Nocturne is ook een hele snelle jungler, dus wordt er gecounterd jungle, dat is vraag. Smite komt uit, geen enkel probleem. Ja, Swain komt op mid tegen Brand. Goede keus, denk ik. Geen boots, wel mana en twee potions. Warwick is al op top lane. Hij is alleen op top lane. Wat gaat er komen? Gaat de Nasus komen of gaat de Sion komen? Gaat Nasus komen? Je hebt Sion in de bottom lane met Ignite, zonder clairvoyance. Met Caitlyn. Ik denk dat ze wachten tot u de trap in staat. Dan gaat Sion met de stun eroverheen. En dan komt alle damage. Maar wie gaat de farm pakken? Zijn met z'n tweeën aan het farmen. Ze hebben hier geen heal. Ze hebben geen sustain in de lane, behalve een heleboel damage. Begin met zijn shield, niet met zijn stun. Ze hadden dus best level 1 kunnen vechten, denk ik. En Nasus wil toch voor de farm gaan. Wie gaat er dan onder farm raken? Nasus en Caitlyn allebei, dat ze allebei vrij weinig doen? Of wat gaat er gebeuren? Dat vraag ik me af. Nocturne denkt, het maakt mij helemaal niet uit. Ik ga lekker verder jungelen. 320 HP, lekker met zijn cloth armor. Niet met lifesteal deze keer. En hier hebben we Swain met Brand op het midden. Die een beetje aan het lasten te zijn. Warwick zet al wel een beetje druk op Nasus. Tuurlijk, wil je die last hits pakken. Nasus farmt redelijk goed. Kan tegen Warwick wel staan met een Chalice rush early game. Heeft een ward. Heeft een candy corn, oftewel een health potion. En dit doet damage. Dit is gewoon één auto attack en een Q half AP. Ashe en Galio zijn nog voorzichtig. Sion die heeft natuurlijk al mana gebruikt. Zijn shield kost 80 mana per keer. Dit gaat hard. Dit is al de derde keer dat hij gebruikt. Ik denk dat hij laag op mana zit. Hij kan geen combo meer casten van shield plus stun. Galio
mist volledig zijn combo. Wel bang gemaakt van luister, niet dichtbij komen, anders pak ik je de volgende keer wel. Nocturne staat hier een beetje stil. En achter de minions aan. We hebben hun jungler nog niet gezien, Udyr. Maar hij heeft niet gecounterjungled. Hij is super snel. Ik denk dat hij rood wel zou moeten hebben. En ik denk dat hij hier is. Daarna gaat recallen of wat dan ook. Nas is erg low. Health potion gebruikt moeten worden. Terwijl Warwick alleen een beetje de Hunger Strike spamt. De ward komt waarschijnlijk hier naar buiten. En Caitlyn en Galio moeten een beetje onder de toren farmen. Nocturne komt ganken. Level 4. Om de wards heen. Ze weten dat ze geen wards hebben. Met een Doran's ring en een Doran's blade begonnen. Ze weten niet dat ze er zijn. Gaat hier damage vandaan komen? Caitlyn mooi geraakt, maar 200 HP. Wat gaat Nocturne hierbij doen? Kan hij hier iets bij doen? Dat is de vraag. Hij waste hier tijd of komt er een gank uit? Tuurlijk, je heeft dominance, maar als hij er niet was, hadden ze die dominance ook al. Want ze weten niet dat hij er is en ze durven niet verder te komen. Ik denk dat hij verder moet gaan jungelen of zich even laat zien en hier gaan recallen. Kunnen ze nog wat doen? Ja, de Vash komt uit. Daar komt ze, een Vash van Saiyan. Onder een toren. Je gaat blauw buff kwijtraken. 73 HP. Het lijkt wel de vorige game. Oh, hij raakt de trap in. Dat gaat damage doen. Krijgt hij een shieldje. Hij heeft een health potion niet ingenomen. We zien zijn HP niet omlaag gaan. Ik weet zeker dat het lager was dan 73. Op mid. We gaan even kijken naar de farm. Brand 19. Swain 24. Dat gaat Swain eigenlijk nog best goed af. Hij heeft nog geen health potion hoeven gebruiken. Brand daarentegen ook niet. Farm allebei hun lane een beetje. Swain doet het ietsje beter dan Brand op dit moment. 4 top maar. Warwick heeft zijn lane wel. Nas weer vol HP. Heeft maar één keer health potion gebruikt. Maar door zijn passive staat natuurlijk niet op. Hij heeft lifesteals passive. Is dat geen enkel probleem voor Nasus om te sustainen. Gaat hij voor Wriggle? Gaat hij voor Chalice? Of doet hij het allebei niet? Dat is de vraag. Ik denk dat er een recall aankomt. Hij heeft geen teleport en Warwick kan free farmen. Nasus zit hier op 20 last hits en Warwick op 32. Nasus blijft gewoon in lane. Lekker een beetje Q farmen. En zorgen dat Warwick niet te vet gaat worden. Warwick level 6. Als Nocturne eraan komt, kunnen ze hier wat doen. Hij hoeft alleen maar zo te lopen. De wards denk ik net afgelopen. Gaat hier wat gebeuren, ja of nee? Weet Nasus dat Nocturne eraan komt? Ja, hij weet het. Hij gaat alweer terug. Hier komt nog een ward van Nocturne, denk ik. Om Warwick te protecten. Hij heeft zijn ult op, maar er gebeurt verder vrij weinig. Kijken naar de botlane. Ashe op 20 farm. Galio 7, samen is het 27. Saiyan op 6. Galio heeft dus nog meer dan Saiyan. En Caitlyn ook op 6. Ik denk niet dat dit de beste lane is. Saiyan plus Caitlyn. Allebei op 6, dat is niet tenderend goed, terwijl Caitlyn eigenlijk altijd lane dominance heeft in de lane. Hoe gaan ze hier aankomen, vandaan komen? Hier komt de stun uit, hier komt de ignite, hier komt de shield explode. Ik mis helemaal de first blood op top. Warwick duikt op Nasus, gebruikt zijn ult, gebruikt zijn Q, komt er net vanaf. En voordat ik hier wat mis... shit, mis ik gewoon de first blood van Warwick. Jinetje gespeeld, 1-1. Nasus had geen mana, het zagen we al. Hij kon eigenlijk vrij weinig doen. De ignite is uitgekomen van Warwick. Ik denk ook de ignite van Nasus. En de flash heb ik eigenlijk geen idee van. De poke van Galio, zo ontzettend veel. Hij heeft al 38 ability power. Nou, dat heb je een mage nog niet hoor, level 1. Kijk maar, 15. 38 ability power al van Galio. Ontzettend veel. Zijn al een keer terug geweest om boots te halen. Geen ward. 7 last hits, dan heb je ook geen ward. Kijk, hier komt het ult van Brand. En hij overleeft net. Hij overleeft 40 HP. Weer een 40 HP'er. Oké, hier kan je doorpushen. Probeer je even door te pushen. Ja, gewoon toren damage doen. Brand is half HP, heeft al zijn health potions nog. Swain was bijna te stuk. Had zijn ultimate gelukkig nog aan voor het extra healing. En blijft nog steeds 1-0 voor Amnesia Gaming. Nocturne zegt, hallo Brand, ik heb de blauw. Volgens mij wil jij dit wel hebben. Je mag hem komen halen voor mij. Zorg dat het niet geprokt wordt natuurlijk. Komt nog een paar extra auto-attacks. En de blauwe buff gaat naar Brand toe. Oké, hartstikke goed. Waar is Udyr? Udyr, waar ben je? Level 5. Nasus Q. Warwick blijft hangen. Warwick moet een flash hiervoor. Nasus, half HP.
level 6. Heeft zijn ult nog niet gebruikt. Warwick heeft natuurlijk zijn speed bonus door zijn blood scent op dit moment. Hij gaat recallen. Nocturne neemt lane even over. Gaat level 6 worden. En dan kan het nog best gevaarlijk worden voor Galio. Nocturne heeft wel maar 88 mana, dus dat valt nog wel mee. Sion en Caitlyn. Ze blijven de lane pushen. Ze hebben al 32 lastheads samen. Ashe heeft 34 zelf. Terwijl ze lopen nog maar 8 voor. Ze doen het beter dan het begin. Sion farmt natuurlijk best goed met zijn shield. En Caitlyn met een Q eroverheen. Lane wordt gepusht. Hun kunnen lekker hier farmen. Geen enkel probleem. De traps komen in de bosjes uit. Oftewel die bosjes. Je gaat niet hier doorheen kunnen lopen. Wat je wilt doen. Je lane blijft hier. Je kan niet gegankt worden. Dat is het voordeel. Lastheads kan je pakken. Dat is geen enkel probleem. Nocturne, zien we hier nog steeds level 5. Nassus, spook niet, lifesteal, vooral met die Q, ontzettend veel. En kan ze lane zo makkelijk houden. We zagen hem al op EAM New York met Cypher Skyheart, die ontzettend goede Nassus speelde. En sindsdien is Nassus weer heel erg populair geworden. Swain, een beetje AFK auto-attacken, geen enkel probleem, niemand in de buurt, een beetje skills cast op minions. Volgens mij, je hebt al een catalyst, je gaat natuurlijk voor Rod of Ages. Waar gaat brand voor? Dubbele Dorans, verder nog vrij weinig eigenlijk. Swain, 46 last hits, brand 57. Dubbel boots, of boots 2 wel, magic pen, dubbel Dorans. De 20 wittebouw gaat niet kloppen, omdat je al 30 krijgt van je Dorans. De arrow. Arrow mist. Gaat hij top raken? Dat is de vraag. En hij raakt net niet top. Maar wat hadden ze kunnen doen als hij wel raakte? Ze waren veel te ver weg. Er is denk ik niet echt gecallt van, oké, wij willen top pakken. Ash zegt, oké, ik schiet mijn pijl. Maar die pijl kwam natuurlijk veel te laat. Ze hebben het schild van Sion niet te kunnen laten ontploffen voordat hij de minions pakte. Caitlyn wat lager, Sion wat lager. En we merken hier dat Galio ook op half HP is. Blauwe buff voor brand. Swain nog geen blauwe buff. Ik zie dat Udyr denk ik zelf gewoon zijn jungletje pakt. En ik heb hem nog steeds niet gezien. Hij zou level 7 moeten zijn, 8 zelfs. Brand, wat ga je doen? Ik ga weer een ult casten. En dan komt op Swain, komt nog extra damage op. Ik zie niet de HP-update. Ik denk dat de ult van Swain genoeg heeft geheeld om hem toch redelijk hoog te houden. De ult van Brand is gecast. Natuurlijk is het alleen maar een cooldown. Maar wil je dat op zo'n moment? Wil je je ult casten voor spam? Dat is de vraag. 400 HP nog over, zien we nu. Dat is niet zo heel veel, maar daar komt de healing alweer bij. Geen enkel probleem voor Swain, zeg maar. Hij moet wel blauw gaan krijgen, Swain. 400 mana nog maar. Die ultimate draint zo ontzettend veel mana. Dat moet je wel gaan krijgen. Warwick. Warwick heeft... Hij gaat met Sheen beginnen, denk ik. Wat gaat hij doen? Gaat hij Leech Bane? Gaat hij Trinity? Magic Resist Boots? Ik weet het niet. En... dit was Nasus. Nasus was dit. Oké, Warwick heeft er een replay van. Hij gaat het waarschijnlijk voor Riley's Crystal Scepter als eerste. En Nasus gaat natuurlijk voor Sheen. Ik dacht al dat het Warwick's items was. Geen enkel probleem. Het was Nasus. Nocturne. Level 7. Je hebt je ult, je hebt Darkness, je hebt hem niet gecast. Eigenlijk wil je op level 16 Darkness al casten. Stun komt uit op Ash, shield ontploft op Ash. Ash gaat flashen voordat het shield ontploft is. Komt goed weg met 666 HP, 504 HP. Geen enkel probleem voor Ash. Was de flash nodig? Dat is dan de vraag. Die ging sowieso niet dood waarschijnlijk. Zion kan na zijn burst vrij weinig meer. Caitlyn, boots 2. Ash denkt, Caitlyn... Ik ga ook even recallen. Ik heb 48 farm, jij hebt er 27. Ik ga boots 2 kunnen halen, plus nog meer om jou weer te outlenen. Ik ga meer damage doen dan jou en daarom ga ik lane dominance krijgen. Brand denkt, ik ga ook even recallen. Wat gaat hij halen? Gaat hij een blasting wand halen? Gaat hij richting Catalyst? Wilt hij Rod of Ages? Wilt hij Deadcap? We gaan het nu zien. Hij gaat voor een alleen wat wards. Warwick wordt hier gesloten door Nassus. Krijgt wat poke. Udyr komt eraan. Level 7. Eerste gank voor Udyr. Wat gaat er gebeuren? Nocturne komt er ook aan. Udyr raakt laag. Warwick raakt laag. Nu zit Nocturne in zijn eentje erin. Nassus is laag. Udyr, wat ga je doen? Hij is heel. Nog maar 83 HP. En ja hoor. Werktuig. Hoppakee. Komt de kill. En één Q'tje. Komt er nog een Q. En elke beide kanten. Nee. Oké, het blijft bij één kill. Hele mooie gank van Udyr. Mooie gank. Counter gank van Nocturne. Alleen je moet communiceren. Wat wil je, Warwick? Wil je vechten? Wil je teruggaan? Dan weet je of Nocturne erin had moeten komen of niet, want jij kwam sowieso wel weg. Met je Q heb je genoeg healing. Oftewel, 1 om 1 staat het nu. Eén keer op midlane is er een kill gekomen van... op toplane bedoel ik, Warwick. En één keer op toplane weer de andere kant op. Waarschijnlijk zit er iemand, komt er een CV uit of niet, dat weten we niet. Even kijken, we zitten op 71 lastes op top om 39. Dit is bijna dubbel.
Warwick is heel goed bezig hier met zijn last hits. En vooral Nassus het weerhouden daarvan van last hits. Blauwe zip. Brand gaat hem weer krijgen. Swain heeft nog geen blauw gehad. Oedir, geef blauw aan Swain. Swain niet zit. Nou, ik denk dat hij up is of net gedaan is. Nee, Oedir zit hier in de bosjes. Hij is gewoon up. Heeft geen boots. Wat ga je doen, Brand? Je gaat Oedir niet meer krijgen, denk ik. 800 HP. Gaat alles kasten. Gaat je ult kasten. Krijg natuurlijk van alles van Swain. Kom je op Swain en de Ignite tikt hem af. Oftewel 1-1 exchange. Swain krijgt de kill. Brand krijgt de kill. Was dat waard? Ik weet het niet. Maar Tank nu geen blauw. En hier heb ik hem gemist. Hier komt waarschijnlijk een dubbel ult uit. Zien Ashe ult gebruikt. Galu ult nog wel up. Ashe ult gewoon op Caitlyn. Geen enkel probleem. Auto-attacken en damage doen. BF Sword plus boots kwamen al op. Van de farm die ze in botlane heeft gepakt. 54 maar. En toch al een BF Sword op 15 minuten. Niet heel slecht, niet heel goed. Maar denk eens van... Weet je wat, die sign kunnen we ook nog wel pakken. Met die ult van Galio die we nog hebben. Onze support, die zoveel poke heeft, dat eigenlijk nog best wel decent is. Nassus heeft rood, natuurlijk van Nocturne gekregen. En ik denk dat het Warwick iets lastiger maakt in lane. Nog steeds staat hij heel erg voor in last hits. En Warwick denkt, dat gaat toch goed komen. Heeft HP, heeft een chalice. Ja, wat ik al dacht, heeft een chalice. Weet niet of het beste is tegen Nassus. Toch, hij doet wel magic damage met zijn Q trouwens. En doet best veel magic damage ook. Gaat hij diven? Ja of nee? Gaat hij diven? Gaat hij voor? Komt er een ult van Warwick? Natuurlijk komt er een ult van Warwick. En nog een Q. Dit gaat hem niet overleven, Nassus. En Warwick gaat ook niet overleven. 1-1. Nassus is een rode buff bij de rode buff. En Warwick ging heel samen met Ignite. Ignite was nog up voor Nassus. Maar je zag dat hij al aan de toren dood ging. Weer 1-1. Oftewel, twee keer al 1-1 exchange. Of helemaal mensen doodgaan op top lane. Eerst Nocturne. Daarna Warwick. Warwick heeft wel al 2 kills te pakken. Maar Nassus heeft ook al die 2 kills. Scalen allebei ontzettend goed naar late game toe. Dat zien we hier. Er komt Swain. Swain wou die blauw pakken. Nocturne en Brand dachten, nee, mooi niet. De ult hield hem genoeg. Hield hem niet genoeg. En Nocturne pakt de kill. Pakte mij ook weer de blauw. Ik weet niet of het hem refreshed of niet. Of dat ze wel of niet de blauw hadden gedaan. Anders denk ik. Ik denk sowieso dat je beter de kill aan Brand had kunnen geven. Brand wil beginnen aan zo'n Riley's Crystal Scepter. Ik weet niet of het best is om met Giant's Belt te beginnen. Of misschien iets meer AP. Maakt niet heel veel uit. Swain heeft niet zo'n hele hoge burst. Op dit moment, omdat hij alleen nog maar Catalyst heeft. Oké, wat willen we gaan doen? Je hebt geen ult meer. Brand. Nocturne nog wel. Er komt. Ik weet niet. Flash gebruikt. Ult gebruikt, maar er was niemand. Niet nodig geweest, denk ik. Nassus denkt, weet je wat, niemand op mid, ik ga hier wel even lekker farmen. Maar wordt gelijk weer naar top gestuurd door Swain. Hé, mijn lane, weg jij. En Oedir heeft hier de blauw gepakt. Oftewel, Brand had hier de blauw, of Swain had hier de blauw nog niet. Wou hem eigenlijk hebben van Oedir. En Oedir dacht, jij gaat dood, ik pak hem zelf wel. Drakensup, al 17 minuten staat hij. Nee, niet 17 minuten, want hij spant pas op 2 minuten zoveel. Maar al wel een kwartiertje dat je denkt van, nou, hij is up. Ik denk dat hij best wel een keer binnenkort gedaan mag gaan worden. De lane. Heeft zijn Sheen af. Gaat nu voor een Phage. Hoogstwaarschijnlijk. Pakt die farm up. En een beetje poken heen en weer. Allebei dood, allebei niet dood. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar ik vind Warwick op dit moment samen met zijn chalice een stuk sterker dan Nassus en zijn items. En het komt natuurlijk ook door de farm. Brand 104, Swain 72. Brand doet het uitermate goed in zijn lane. Swain heeft hij al een keer te pakken gehad. Of het was Oedir. Even kijken hoor. Het was Oedir. En Swain heeft hij ook al een keer te pakken gehad. Samen met Nocturne. En zijn farm. Hij farmt ontzettend goed. Well played. Ashe, je bent alleen. Wordt er gedived. Gaat die toren neer. Wat gaat er gebeuren? Volley eroverheen. Schild gaat neer. Je hebt 68 lasters. En Caitlyn is terug aan het komen met Sion. Ze hebben 100 totaal. Terwijl je voor stond. Je stond zo ver voor. En... Nu Sion's schild begint te scalen, wordt elke keer die wave hierheen gepusht. Ik denk Nocturne best wat vaker bottom moet komen. Oedir kwam even kijken van... Oh, en er wordt top gedived. Komt een ult van allebei de kanten aan. Er komt nog wel een ult van Nassus. Gaan ze hem neerkrijgen? Ja of nee? Ja, één Q'tje voor Warwick. Geen enkel probleem. Warwick pakt de kill op. En daarmee is het eigenlijk pushen geblazen op top lane. Hij denkt, Nocturne, kom even helpen. We gaan die toren neerkrijgen. Swain komt eraan. Brand is ook om te helpen. Dit is een 3 tegen 1 situatie. Het kan heel nauw worden voor Swain. Swain is er niet. Ze gaan met z'n drieën die toren. Nee, Swain komt van achteren. Met z'n drieën die toren gaat neer. Maakt niet uit. Spelshieldje. Komt-ie of niet?
En jij gaat dood aan de Ignite. Daarbij wil Bardock ook van, oké, jij dood, ik dood, of Mushnoot, dan ga jij ook dood. En Warwick pakt met zijn Q en zijn auto-attack de laatste kill, of de last hit op Swain. De toren gaat neer, oftewel ze hebben 1-1 exchange en de toren. Even kijken. Nocturne, level 10, heeft nog geen wriggle, gaat voor Berserker Griefs. Als hij denk ik Mercurius had gehad, had hij het overleefd. Dat is wat ik denk. Het is gewoon een stuk beter item op Nocturne dan Berserker Griefs. Behalve als je volledig voor die damage wil gaan. Maar als je tegen een Saiyan stun staat. Een stun van Udyr. Een slow van Nasus. Swain met slows, snares en wat dan ook. Wil je gewoon een Mercurius en wil je geen Berserker Griefs. Zelfs op Ashe zou ik denken van, wat wil ik? Wil ik die ene of wil ik die andere? Warwick denkt, ik ga even lekker shoppen. Ik heb 4 kills binnen. Dit wordt waarschijnlijk de Ryli's Crystal Scepter en Boots afmaken. Even kijken wat hij gaat doen. 1400 gold. Blauwbuff gaat waarschijnlijk hier naar brand toe. Ik staat een beetje AFK een beest te wezen. Oh, wat wil ik nou kopen? Veel te lang in de shopmenu. Terwijl het eigenlijk heel makkelijk is. Je koopt je Boots, je koopt je Ryli's en je loopt weer naar top. Midlane. Swain denkt eindelijk een beetje free farm te hebben. Terwijl Saiyan nog lastig heeft. Nog verder weinig items heeft. Terwijl Ashe hier al met een BF sword en een ziel rondloopt. Warwick, waarom sta je AFK in base? Je hebt je boots genomen, je hebt geen Ryli's genomen. Misschien was je aan het overleggen. Moet ik Ryli's, moet ik boots? Dat is altijd weer de vraag. Boots is denk ik wel een goede keuze. Natuurlijk waard om jezelf een beetje te verdedigen op de toplane. En Nasus is een torensloper. Hij gaat niet door, ze weten dat ze eraan komen. Maar het is er maar eentje. Je had best nog wel 4 klappen extra kunnen doen. Dat is wat ik denk. En jouw Nasus terug om die toren te poken. Komt hij hier? Komt hij hier? Nee, hij gaat gewoon lekker verder farmen. Pakt de minions. En waar ik denk, weet je wat? Ik farm meer dan jou. Het komt wel. Goed, hoewel Nasus wel dichtbij komt. Er staat een verschil van 30 tussen en nu nog maar 10. Dan heb je de 4 kills van Warwick natuurlijk buiten beschouwing gelaten. Ze zijn met z'n drieën top. Toren is al neer. Nasus denkt ook van, ja, toedeloe, toren is neer. Ik ga wel even iets lekker terug. En ik laat de weefvel naar mij toe pushen. Terwijl Swain de weef door gaat pushen. Ziet hij het? Ziet hij het dat er met z'n drieën eraan komen? En dat weet hij. Wat gaan ze hier doen? Gaan ze met z'n vieren bottom ganken? Nee, blauw wordt gedaan. Swain krijgt blauw. Weet het team dat Swain hier staat? Weten ze dat? Gaan ze daar kijken? Ja of nee? Ze lopen er wel heen. Galio loopt er al heen. Galio loopt om. Wordt een CV. Swain staat erbij. En zijn ze op tijd? Ja of nee? Galio, wat doe je? Galio? Galio steelt de ploeg gewoon. Met zijn skillshot. En oeh, dit is het einde verhaal van weer. Kan nog wel een stuntje brengen. Galio met zijn ult. Wordt gelijk gestunt door Saiyan. Warwick op Saiyan eroverheen. Te weinig farm. Dubbel kill voor Galio hier. Met zijn blauwe buff. Met zijn rode buff. Dit is heel erg goed voor in Amnesia Gaming. Als je denkt, jullie zijn lekker aan het vechten. Ik pak de toren wel. Kunnen we daarna lekker draak doen. Nasus denkt, oké, jullie zijn lekker daar bezig. Dan pak ik deze toren wel. 1-1 toren op top. Bottom toren is neer. En de draak is neer. Op 22 minuten ongeveer voor Amnesia. Dit is een hele hoop gold in één keer. En nu moeten ze gaan kijken wat ze ermee kunnen doen. Kunnen ze hier verder gaan snowballen? Kunnen ze gaan gatheren? Kunnen ze die mid-toren neerpushen? Of gaat het weer verder naar lenen om te farmen? Ze denken hier, oké, wij pushen bot nog even door. Wacht tot daar iemand komt en dan gaan we met z'n allen misschien onder mid toe. Swain raakt zijn snare en zijn vogeltje en de dot, maar brand. Raakt er wel laag om, niet zo laag. Brand, 38 ability power. Catalysk en een Giant's Belt. Als je niet de Giant's Belt had gekocht, had je al een Rod of Ages af. En had je misschien nog wel meer HP gehad, omdat die al een beetje gestekt was. Dat weet ik natuurlijk niet, dat weet je nooit van tevoren. Maar dit was misschien overkill aan HP. Je moet ook damage blijven doen, Brand. En daar komt hij al, de Blasting Wand. Hij gaat of voor Rod of Ages, of voor Ryli's. Kijk wat er is. Ik zou eerst voor Rod of Ages gaan. Maar heel veel Brands gaan eerst voor de Ryli's, voor de Slow. Warwick pakt een puutje. En dan gaat een hele chunk damage van Swain op die wel zijn Rod of Ages al af heeft. Natuurlijk, de beste itemkeuze op Swain is gewoon Rod of Ages. Misschien zelfs 2 Rod of Ages. En daarna kijk je wel verder wat je ermee gaat doen. Hij moet erin, hij moet tanky zijn, hij moet een hele hoop damage doen. Dat is Swain. Nasus, zijn fates af. En een Ruby Crystal. Gaat hij voor een Heart of Gold of niet? Dat is de vraag. Of gaat hij voor Aegis? We zullen het zien. We staan hier een beetje rondom midden. Deze toren gaat er iets om gebeuren. Wordt er gedived straks door middel van de ult van Warwick, ja of nee?
Nasus is out of position. Ze weten het. De arrow komt. De arrow hit. Brandpillen hit. Galio ult. 2 ults gebruikt. 3 ults gebruikt. Waarom 3 ults? Waarom Warwick? Waarom gebruik je ook ult? Je had hem hier nog kunnen gebruiken. Maakt niet uit. Overkill. Certain kill. 5 tegen 4 verder. 3 ults gebruikt. Draak is weer up. Ik denk back here. Ga draak eens doen. En dan kijk je maar verder. Als je deze toren neerkrijgt, kan Nasus weer terug zijn. En dan zouden jullie battle eventueel met draak kunnen verliezen, want jullie hebben die ultimates niet meer. Alleen Nocturne heeft de ultimate nog op, maar dat gaat jullie niet helpen in de fight. Udyr uit de position, raakt door een stun. En Warwick gaat er gewoon op, eerst een toren en door een Q. Ja hoor, Warwick pakt hem en daar gaat Udyr van neer. Dus Veer blokt helemaal niet Kaden. Sion daarentegen wel, Ashe tank de turret wel, was vol wat ben je. No problem guys, zegt ze, I got this. En nu op naar draak om nog wat extra gold te pakken voor je team. Lijkt mij. Op naar draak. Gaan ze berren? Ze gaan ze niet berren. Ja hoor, ze gaan berren. Kunnen ze dit? Hebben ze Wriggles? Ze hebben één Madrid. Ze hebben nog geen Wriggles. Zijn ze tanky genoeg? Met Warwick gaat het snel genoeg. Die Shout. Die V. Die Hunter Skull staat op level 3. Hebben ze nog damage? Hier kunnen dit kan heel goed gaan of heel fout gaan. Als ze weten dat ze hier zijn, gaat het fout. Galio is veel te laag. Galio kan van afstand nog even poken. Nocturne moet het helpen. Nocturne moet terug. Jongens, hier dat het raak moet gaan. Als het lukt natuurlijk. Maar als ze het wisten, als ze hier kwamen, volgende komen ze, worden jullie geëest. Baron tegen. En dan is het afgelopen. Tuurlijk, nu, ze wisten het niet. Mooie Baron play. Ward komt van Nasus, defensive. Ze hebben geen idee wat hier is gebeurd. Well played. Misschien kan je de draak zo meteen zelfs nog pakken. Blauw gaat naar brand. Ze gaan recallen, ze gaan shoppen. Ze hebben die kills gepakt. Ze hebben het Baron gepakt, 300 gold, PP is dat. Als support vind je dat altijd echt ontzettend lekker. Om de Barons en Dragons te krijgen. Er wordt niet getimed, er wordt helemaal niet gepraat zelfs. Over wanneer wat up is, wat er waar gebeurt en er wat heen gaat. Tuurlijk, er praten ze op TeamSpeak met elkaar over wat er gedaan wordt. Maar vaak is het handig om even een geheugensteuntje te hebben van, oké, hoe laat was de draak nou ook weer up? Oh ja, om 28 en dat is nu 26. Over 2 minuutjes. Natuurlijk is het niet zo, want die draak is er al lang. En daar gaan ze natuurlijk voor, want ze hebben Baron. En ze hebben alle ultimates, dus dat is geen enkel probleem. En ik denk een beetje dat Double Trouble hier outplayed begint te raken. Sion, facecheck, wil warden. Krijgt er een ult eroverheen. Flasht weg, veerpokt gaat af. En de tweede ult gaat hij ook af. En SL raakt eigenlijk verder niks. Zijn hier met de loting bezig. Kan wat geschil veroorzaken en die pakken sperren ook op Cyan. Waarom ging je daar warden zonder CV? Omdat je geen CV in je team hebt. Niet de meest slimme opties. Weet dat hier een ward staat. Hoe, weet ik niet. Omdat hij net was neergezet natuurlijk. Oh, wat ben ik ook slim. Oftewel, de spelvamp gaat hier gebouwd worden. De hextech vervolgen voor Swain. Nasus gaat toch echt naar die Trinity Force of die Heart of Gold erbij. En Kaden heeft eigenlijk nog gewoon geen damage. Ze heeft een ziel. Waar is je BS voor, Kaden? Terwijl Ashe al met een Infinity Ashe rondloopt. 215 attack damage. Kaden op 101. Dat is het dubbele. Dat is gewoon het dubbele. En hoeveel farm hebben ze? Ashe 111, Kaden 80. Met mijn farm van 30 verschil moet je damage toch gaan hebben, Kaden. Ook al zit je op 27 minuten in game. De blauwe is hier up, ze gaan de toren pakken, hele grote wave komt erbij. Ultimate zijn up van Galio, Nasus, als hij daar door was gelopen. Met z'n allen gewoon, inderdaad, hoppakee, opoeder, zijn tankje is er niet. Komt een ult uit van brand, dan gaat niet aan dood, jawel, want Nocturne springt erop. Eén Q'tje van Warwick, ja hoor, Warwick, wel played van Warwick. Warwick maakt hier de game helemaal af. 7-1, 8-1-4. Gaan ze verder diven? Ja, ze gaan verder diven. Ze hebben ze ultimate steen. Ashe, waar Ashe arrow? Ashe, waarom schiet je niks? Kom op, schieten, die arrow. Ja, hier komt die arrow eindelijk op Nasus. En daar gaat Nasus ook nog neer aan Nocturne. Nocturne heeft ik flash je gewoon. Of branding, ik flash gewoon. Ik doe mijn Q op jou en jij bent ook dood. Ondertussen, Ashe, I got this boys. Ik schiet een pijltje en pak de turret wel. En ze hoort het AD carry. Gewoon de torens rammen. Dat is waar je goed in bent, dat is wat je moet doen. Natuurlijk, in teamfights moet je erbij zijn. Maar ik denk, dankzij die Baron, ze hebben nu een inhibitor kwijt. Het duurt nog 10 tot 18 seconden voordat ze up zijn. Ze gaan toch terug, ze gaan willen verder snowballen op deze toren. Ze gaan ze recallen om items te kopen. Ze gaan eerst blauw pakken, rood pakken ze ook. Warwick heeft een needlessly large rot. Zijn AP-rotio's
één op één met zijn Q. Ik denk dat je dan een Sheen erbij moet hebben als je AP of Leechbane moet gaan. Maar oké, dat maakt verder niet uit. Je hebt die slow, je hebt die AP, die Q doet ontzettend veel damage. Je bent redelijk tanky. Daar is nog wel wat armor misschien. Maar dat kan, want het andere team heeft nog niet zoveel damage. 18-4 wordt redelijk hier gesteamrolled. 9-1-5 Warwick, geen enkel probleem voor Warwick deze game. Hij kan eigenlijk basically alles doen, onder elke toren lopen, wat hij wil. Zijn Q hield hem genoeg. Ja hoor, hij gaat gewoon deadcap. Hij vindt het wel goed. Hij zegt gewoon, ja hoor, no problem, I got this. Ik ga deadcap, ik ga gewoon heel veel damage doen bij mijn Hunger Strike. En daardoor heal ik ook ontzettend veel. En gaan ze langzaam dood van. 80% heal van de damage dealt. Oftewel, hoe meer AP, hoe meer damage, hoe meer healing. Gaan even kijken. Galio, 55. Last hits, als support. Dat is best veel. Dat is redelijk veel. Je hebt hier de Hextech gevolgd met z'n beetjes af van Swain. Hele goede item build, niks verkeerd staan. Ward komt bij blauw te staan om even te kijken. En ik denk toch echt dat Nasus, je hebt meer moeten farmen. Je hebt nog niks af, behalve een Sheen, wat je damage output verhoogt. Je hebt geen HP en geen Aegis. Ik kan niet farmen met z'n vijven. Ook al zit je op 116. Meer farm dan Warwick. Maar Warwick denkt, ik hoef geen minions, ik pak de champions wel. En hier gaat de mid-toren neer. Shout van Warwick. Noxian is er niet eens bij. Swain komt, staat hij out of position of niet. Er komt een arrow op Nasus. Er komt een ultimate van Galio. Er komt de brandult achteraan. Van Warwick ult op Swain. Swain kon helemaal niks doen. Ignite komt erop, hij hield niet bij. En ze gaan verder onder de toren. Onder de toren, wat gaat Warwick doen? Warwick sloot Udyr met zijn Q. Kan hier niet verder. Nee, dat gaat niet lukken. Wat ga je doen, Nocturne? En ze gaan gewoon deze deur pakken. Gaan ze nog deze pakken? Gaan ze nog hiervoor of gaan ze finishen? Lijkt mij dat je gewoon gaat finishen. 3 down. Je hebt minions bij je. 2 super minions. Toren moet neer. Udyr kan je echt niet stoppen. Hij heeft nog geen items of geen wits. Alleen een Heart of Gold en Briggles. En hier moet je gewoon die Nexus gaan pakken en het afmaken. Hele mooie game gespeeld door Warwick. Natuurlijk de bottom lane met Galio support. Altijd leuk om te zien. Hoe andere mensen dit ook doen. Komt was geweldig. Brand plus Galio ult. GG's worden over en weer. Victory. En wat zeiden ze hier nog? Kan niet meer terughalen. Iets met jullie picks waren gewoon een stuk beter. En dat moet ik toegeven. Nasus plus Swain werkt niet zo heel goed samen. En Galio daarentegen met Brand wel.